De N361 is vanaf komende maandag 6 juli tot en met zondag 16 augustus afgesloten tussen Sauwerd en Winsum. De provincie werkt daaraan onderhoud en het veiliger maken van de provinciale weg. De weg is oud, je ziet ook in het dorp dat het er allemaal niet zo mooi meer uitziet. We willen het ook een stuk mooier maken. Ja, daarnaast is asfalt ook gewoon op, dus we moeten het asfaltonderhoud doen. Met name in het dorp gaat ook de hele asfaltconstructie eruit. Dus we kunnen er gewoon echt ook niet langs rijden, het is gewoon dicht. In Sauwerd worden twee bestaande aansluitingen van de plantsoenweg vervangen door een T-splitsing en later zelfs een rotonde. Ook op andere plekken wordt gewerkt aan het veiliger maken van de N361. Ja, dat zien we straks buiten de bebouwde kom terug door het maken van linksafvakken. Dat is bij een aantal kruisingen gaan we aan dat doen. Dat is de Munnikenweg, de Hekkemerweg en twee kruisingen bij Wetsingen. Er komen linksafvakken te liggen, die zijn er nu nog niet. Dan kunnen auto's die linksaf willen slaan voorsorteren. Dan hebben ze een aparte strook, zodat er geen achteroprijders op kunnen knallen. Het verkeer moet rekening houden met hinder en omleidingen. Zo is de weg 6 weken lang gestremd voor het doorgaande autoverkeer tussen Groningen en Lauwersoog. Er zijn verschillende omleidingsroutes. Het gebied waar je over deze weg naartoe kan is best wel groot. Bijvoorbeeld je kan naar Winsum, dan is de omleidingsroute over de N46 en dan over Onderdendam. Maar automobilisten die verder willen, bijvoorbeeld in Lauwersoog, die leiden we om over de 355 via Zuidhorn, Grijpskerk en dan de Zoutkamp. Ook voor de mensen die in Sauwerd zelf moeten zijn, is er hinder. Het werk wordt echter in 2 fases uitgevoerd om de overlast nog een beetje te beperken. Ja, we beginnen met het stremmen van de zuidzijde van het dorp. En dan kunnen mensen dus het dorp niet in en uit via de zuidzijde, met de auto dus. En met de fiets kan dat nog wel. Dan moeten ze via de noordzijde eruit en dan moeten ze via Winsum bijvoorbeeld naar Groningen. Als dat na 2 weken klaar is, we hopen dat op 19 juli af te hebben, dan gaat de noordzijde van het dorp dicht. En kunnen mensen dus via die kant niet meer met de auto, nog steeds wel met de fiets. En moeten ze via de zuidzijde van het dorp naar Groningen. En als ze dan naar Winsum moeten, moeten ze omrijden. Ook rijden er 6 weken lang geen bussen in Sauwerd. Die rijdt hier een periode niet langs. Mensen in Sauwerd, gelukkig is er ook een station en een trein, die kunnen daar gebruik van maken. En anders kunnen ze op de fiets. Per fiets blijft het wel bereikbaar, fietsers kunnen altijd door. Op 16 augustus zijn de werkzaamheden in Sauwerd klaar. Het project N361 Veilig is dan nog niet afgerond. Nee, het is dan niet afgerond. Daarna gaan we door met het aanleggen van de rotondes bij Wedenhoorn en Leens. Er is al wat voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook is de bebouwde kom in Winsum zijn we aan het voorbereiden.